Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. Op dit moment ben ik even op vakantie, maar ik zag op mijn YouTube kanaal dat de afgelopen week een aantal mensen een vraag hadden over de video afspeellijst verwijderen, dat de knop verwijderen bij hen niet verscheen. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je op een alternatieve manier eenvoudig alsnog je afspeellijst kunt verwijderen. Om je afspeellijst op een alternatieve manier te verwijderen, ga je als eerste rechtsbovenin naar je icoon. Je klikt op Create a Studio. Vervolgens ga je naar links, ga je naar Videobeheer. Daar klik je op. Dan klik je vervolgens op Afspeellijsten. En dan zie je hier de afspeellijsten die ik als test heb gemaakt. Ik heb een afspeellijst met video's gemaakt en ik heb een afspeellijst zonder video's gemaakt. Vervolgens, om de afspeellijst te gaan verwijderen, klik je op Bewerken. En dan zie je hier heel klein 3 puntjes onder elkaar staan. Daar klik je op en dan heb je 2 opties, alles toevoegen aan of afspeellijst verwijderen. In dit geval klikken we hierop. Weet je zeker dat je de afspeellijst met video's wilt verwijderen? Dit is permanent. Ja, verwijderen. En je ziet direct is je afspeellijst verwijderd. Nog een keer, rechtsbovenin, op Create Studio klik je. Vervolgens ga je naar Videobeheer. Gaat naar afspeellijsten, dan zie je hier nog een afspeellijst staan, je klikt op bewerken, dan zie je hier weer de 3 puntjes onder elkaar, daar klik je op afspeellijst bewerken, weet je zeker, ja. En je ziet, heel eenvoudig, heb je hierbij je afspeellijst verwijderd. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over YouTube? Stel hem hieronder. Of heb je een vraag over een afspeellijst verwijderen? Stel hem ook hieronder en ik ga hem gelijk voor je beantwoorden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.